Sommige mensen zijn zo opvallend, onzichtbaar bijna. Bittersweet 16 gaat over Mervenijn, over de jungle die het middelbaar is. Heftig, grappig en ook wel een beetje romantisch. En drama. Heel veel drama. Heel veel drama. Nee, er zit niet alleen drama in, er zit ook liefde in. Er zit ook een leuk mopje in. Het is niet enkel high school drama en meidenvenijn en zo, er is ook wel actie erin, dus zeker was een aanrader. Dat was leuk eigenlijk, we hadden elk onze eigen rol op de set en we vulden elkaar heel goed aan. Zij is ook een tiener, zij is ook onze leeftijd en zij weet als geen ander hoe dat wij ons eigenlijk voelden. Ik heb eigenlijk vooral heel goed geamuseerd met iedereen, ik heb hier toffe mensen leren kennen. Het is een bommetje energie, hè, die binden. Je voelt dat ook als je hier staat, zo. Dus het is eigenlijk heel leuk om zo'n beetje de vlieg op het plafond te zijn die daar zo wat tussen staat. Ja. Weet hoe vals en manipulerend de Astrid is. We kunnen haar vermoorden. Dat is een beetje extreem, toch? Als je ongeveer deze leeftijd hebt, dan zou ik niet weten waarom dat je niet komt. Het is grappig, het is geestig en je hebt nog iets om over na te denken ook. Ik vond het echt top. Echt, amai, was ik ook. Zo plezant. Ik kreeg echt gewoon zo ook een flashback naar mijn eigen Sweet 16. Ja, ik wou dat ik terug 16 was. Ik vond het echt keigoed. Deze had België nog eens nodig. Ik vond Steffi echt kapot grappig. Want we hebben wel echt gelachen. Ja, vooral gelachen. Mega leuk. Ja, ik vond het een heel goede film. Ja, ik heb goed gelachen. Jij ook. Het was niet bitter, het was grappig. En ik, vanuit mijn beroep moet ik altijd heel kritisch kijken. En ik heb echt hardop moeten lachen, wat mij niet vaak overkomt. De mascotte van de film is eigenlijk een alpaca. Louieke. Die is trouwens ook echt een filmster, dus jammer dat hij er niet bij kan zijn wel.